Ik hou van het leven is de grote hit van volkszanger Dirk Meeldijk. Op verzoek van de Jean-Marie Pfaff Stichting gaat Dirk Meeldijk in 2012 de Alpe d'Huez fietsen. De opbrengst van deze sponsoractie zal geheel ten goede komen aan het Koningin Wilhelmina Fonds. Speciaal voor Dirk heeft de firma Drakat uit Zaandam een racefiets geheel op maat gemaakt. Vandaag is de fiets klaar en zal aan Dirk Meeldijk worden overhandigd. Goeiedag, mijn naam is Dirk Dral van de firma Drakat. En de eerste vraag natuurlijk voor Dirk is, hoe zijn jullie van de firma Drakat op het idee gekomen om Dirk Meeldijk te sponsoren? Nou, wij volgen Dirk al jaren met zijn muziek. En het initiatief om voor de Kankerstichting tegen Alpe d'Huez op te rijden, ja, vonden wij prachtig. En daarom hebben wij besloten om speciaal voor hem een fiets te ontwerpen. En helemaal op maat te maken, zodat hij op mooi materiaal tegen Alpe d'Huez op kan. En wat is er zo bijzonder aan deze speciaal op maat gemaakte fiets? Deze Drakat is opgebouwd met een licht aluminium frame, carbon voorvork en een hele moderne Shimano onderdelengroep. Met 30 versnellingen, zodat hij sowieso de Alpe d'Huez kan beklimmen. En Dirk Meeldijk, speciaal voor jou de vraag, hoe kom je op het idee? Op het idee om op deze actie te komen. Ik ga natuurlijk naar veel mensen die terminaal en kanker hebben. En in de familie waar deze fiets vandaan komt, die heeft ook kanker en die is doorbestraald. En dat wist ik, dus het is eigenlijk zo gegaan. Ik belde hem op en die heet Pieter, heet hij. En daar is ook de zaak van deze fiets. En ik belde hem op, ik zeg, Pieter, mag ik voor jou een fiets misschien? Een fiets, zegt hij. Hij zegt, maar wat moet je met een fiets? Nou, ik ga de Alpe d'Huez beklimmen 6 keer. Met de Pfaff Foundation, met Jean-Marie Pfaff en met bekende Nederlanders gaan we die dingen fietsen. Nou, hij zei direct ja. Nou, ik was helemaal ja, hij zei, je krijgt geen fiets, we gaan er een bouwen. Nou ja, ik bedoel, dat is gewoon toppie. Dat mensen dat gewoon in één keer zeggen, we gaan een fiets voor je bouwen. Want dat is heel wat. Ik bedoel, het is niet zomaar een fiets van 5 euro. Dus er moet wel aan gewerkt worden. En hij is speciaal op maat gemaakt. Ja, daar ben ik gewoon trots op. Zo is het eigenlijk gekomen. En hoe wordt er nu eigenlijk geld ingezameld voor het KWF? Het geld wat binnen gaat, betalen de mensen allemaal intree voor als ze de Alpe d'Huez gaan beklimmen. Weet je wel? Dus die betalen een bepaald bedrag. Ja, dat gaat natuurlijk naar de kanker toe. Want er rijden ook veel mensen die kanker hebben. Ik neem aan dat Dirk Meeldijk niet de enige is die aan deze actie meedoet. Wie doen er nog meer mee? Stefan Rooks, die gaat mij begeleiden in de zomer. Nou, die heb hem 2 keer gewonnen, de Alpe d'Huez. Stefan Rooks. In het wielrennen toen, met de Tour de France. En Bogaert. Dat zijn toch bekende mensen. Ja, en nog een paar uit België vandaan, onbekende. Ja, die ken ik dan niet zo. Maar het zijn wel allemaal toppers geweest. Het zijn dus wel een profwielrenners. Het zijn geen jongens die er geen verstand van hebben. Dus ik moet wel afzien. Het is verschrikkelijk afzien. Ik heb pas geleden alweer gefietst met die gasten. Maar dat is een hele opgave. Ik heb A gezegd en ik zeg ook B. Ik ga er niet meer stoppen. Of ik moet natuurlijk een hartstilstand krijgen. Het is raar, maar dan is het wat anders. Dan stop ik. Maar eerder stop ik nooit. De Alpe d'Huez is 14 kilometer hoog. Om deze op de fiets te beklimmen, moet je over een zeer goede conditie beschikken. Dirk traint daarom elke dag op de fiets en volgt hij een speciale cursus op sportschool WeFit te Lisse. Kun je vertellen waar we hier zijn en hoe jij heet? Ja, we zijn hier bij WeFit, ons health centrum. En ik ben Judith en we zijn hier heerlijk in de spinningles. En dan gaan we weer flink knallen vanavond. Oké, Dirk Meeldijk gaat Alpe d'Huez fietsen, dat is jou bekend. Heb je daar ook een speciaal programma voor bedacht of moet hij gewoon meetrainen met de rest? Hij traint gewoon mee met de rest. En we trainen iedereen eigenlijk hetzelfde voor Dirk. Dus Dirk komt er helemaal getraind en wel in conditie en shape. Oké, heb je zelf de Alpe d'Huez wel eens gefietst? Nee. Het is ook niet echt mijn ambitie. Dus ik volg Dirk gewoon lekker op de site mee. En vanaf die lekker aanmoedigen. En hoe doet Dirk het? Ja, Dirk gaat hartstikke goed. Ik ben echt trots op hem. Hij zit echt te knallen. Elke dinsdag weer. En flink zweten. En je ziet hem echt elke week weer vooruit gaan. Je weet, ik hou van het leven.